Welkom, beste trawanten, bij dit nieuwe college Offshore Windfarm Design. Voor degenen die dit college thuis kijken. Hallo Rick, welkom. Leuk dat je dit college aan het kijken bent via YouTube. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over het ontwerp van het park. Want we hebben eigenlijk afgelopen weken hebben wij alleen maar voornamelijk naar die constructie gekeken. Dus we hebben de toren hebben we doorgerekend. We hebben de monopaal en het transitiestuk doorberekend. We hebben naar de jacket gekeken. Dat is eigenlijk de constructie aan zich. En vandaag gaan we kijken van nou, oké, hoe kunnen we dit ontwerp nou eigenlijk uitbreiden om te berekenen wat de configuratie gaat worden van ons park. Oké, wat gaan we leren? Ten eerste gaan we kijken naar de basislayout van een park. Hoe kan je dat grofweg ontwerpen? En waar let je dan op? En dan gaan we voornamelijk kijken naar wake losses. En wake losses, dat hebben jullie als het goed is deze week ook al gehoord van meneer Schepers. Die noemde het zog-effecten. Nou, dat zijn de effecten van als je twee windturbines achter elkaar zet, dat de windturbine die achteraan staat in de windstroom minder energie opvangt. Daar moet je dan natuurlijk ook mee rekening houden. En ook met het ontwerpen van je park. En natuurlijk is het ontwerpen van een park veel complexer dan dat. Want ik bedoel, daar zitten gewoon hele teams jarenlang aan te rekenen. Maar goed, daar hebben we geen tijd voor. Dat is ook niet de scope van deze module. Maar het is wel even handig dat jullie bewust worden van waar allemaal naar wordt gekeken. Goed, daarna gaan we kijken naar de turbineconfiguratie. Dus als wij de gemiddelde afstand tussen de turbines hebben bepaald, dan gaan we het hebben over hoe kan je ze dan achter elkaar en naast elkaar neerzetten voor optimaal gebruik. Daarna gaan we kijken naar de elektrische infrastructuur. Want je moet natuurlijk ook al die stroomkabeltjes die uit die windturbinetjes komen, die moet je aan elkaar binden naar een stekkerdoos. Die stekkerdoos die moet wat met dat voltage doen om de verliezen te verminderen. En vervolgens moet je natuurlijk ook een verlengsnoer hebben met een haspel naar het land. Anders dan kan je er niks mee. Daar gaan we het over hebben. We gaan kijken naar het kabelsysteem van de turbine. We gaan kijken naar het transitiestation. We gaan kijken naar het kabelsysteem naar het land. En we gaan kijken naar de landverbinding. Dus we gaan echt van de turbine de configuratie naar het land bespreken. Nou, dit is zo'n basisvoorbeeld van een windpark. Wat zien we hier? Ten eerste zien we hier aan de linkerkant zien wij de meetmast. En de meetmast is een object dat vaak voorafgaande aan de installatie van een park in de buurt van het park wordt geïnstalleerd. Bijvoorbeeld door de overheid of het KNMI. Om lokale windinformatie te kunnen meten. En dan kan je dus lange termijn voorspellingen hiermee nauwkeuriger maken. Oké, nou daarna hebben wij de turbines. En die turbines, daar komt een bepaald gemiddeld voltage uit. Vaak is dat 33 kilovolt. Vervolgens worden al die turbines worden aan elkaar vastgekoppeld in het zogenaamde transmissiestation. Die staat hier. En wat doet dat transmissiestation? Dat transmissiestation dat zorgt er eigenlijk voor dat het voltage omhoog wordt gegooid. Want wat gebeurt er dan? We hebben een gelijke hoeveelheid power. En als we het voltage omhoog gooien, dan gaat de current gaat omlaag. En wat je ziet, weerstand in een kabel wordt bepaald niet door het voltage, maar door de current. Dus als je het voltage omhoog gooit, gaat de current omlaag, heb je minder verliezen. Nou, daarnaast heb je nog twee verschillende mogelijkheden om dat naar land te verbinden. Dat is met een AC-verbinding of met een DC-verbinding. En dat, die configuratie, dus gelijkstroom of wisselstroom, heeft te maken met voornamelijk met de afstand vanaf het land waar je zit. Dan kan je er mooi een grafiekje tekenen van, oké, voor deze afstand is AC beter en voor deze afstand is DC beter. Nou, vervolgens hebben wij gaan we van medium voltage in het transmissiestation, wordt die door middel van een transformator gaat het voltage omhoog en heb je dus de high voltage kabel naar het land. En vervolgens kan je natuurlijk niet met die kabel aan het land aankomen en bij een boer aanbellen en zeggen van, yo vriend, kan ik even deze stekker bij aan het stopcontact duwen? Je hebt natuurlijk ook een aansluitpunt nodig om die stroom in het net te krijgen. En daarvoor zijn er dus verschillende punten in Nederland waar we dus die stekkers kunnen aangesluiten. We hebben bijvoorbeeld in de Eemshaven, in Groningen zit een groot punt. In Amsterdam zit een heel groot punt. En in Rotterdam zit natuurlijk ook een heel groot punt. En dat zijn ook de punten waar voornamelijk die offshore windparken worden aangesloten. Maar je moet er ook rekening mee houden dat als we dus heel veel van die punten
in die hoge voltage stekkerdozen gaan duwen, dat je dus ook weer op een nieuwe locatie in het net weer heel veel stroomtoevoer gaat krijgen. En dat gaat dus ook weer effect hebben voor de stroomverdeling en stroomtransport dat in Nederland plaatsvindt. En dat is ook een groot probleem voor bedrijven als Stedin. In het verleden zagen we dat we op verschillende locaties in Nederland hadden wij kolencentrales of gascentrales. En die hebben altijd een redelijk constante output van energie. Nou, dat is heel fijn, daar kan je mee rekenen, daar kan je goed mee omgaan. En daar kan je je net op positioneren. Maar wat we natuurlijk zien als we een windmolenpark gaan vastmaken aan zo'n stopcontact, dan zie je dat die spanning die uit zo'n windpark komt, die is heel erg variabel. En dat systeem, dat Nederlandse elektriciteitsgrid, dat wordt dus constant op een andere manier wordt dat belast, waardoor je dus constant een andere powerverdeling krijgt in Nederland. Nou, en dat brengt dus natuurlijk hele nieuwe vraagstukken met zich mee, van hoe ga je daar dan mee om? Dat net ziet er niet de hele tijd op hetzelfde uit. Het wordt telkens anders belast. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de grote vragen waar mensen zoals Albert van der Molen van Stedin eigenlijk in deze tijd heel erg naar kijken, want dat wordt een groot vraagstuk van de toekomst. Nou, laten we eens gaan kijken naar die positionering van die turbines. We zien hier aan de rechterbovenkant zien we dat mooie plaatje van Horns Rev, waar die wolken ontstaan, de zogenaamde zog-effecten. En we zien hier dat hier dus achter die turbine eigenlijk steeds meer turbulentie ontstaat. Nou, en hoe meer turbulentie er in de stroming is, hoe lastiger het is om die energie uit die stroming te halen. En vervolgens ook de energie die al uit de stroming is gehaald, die zit er natuurlijk niet meer in. Want we hebben altijd behoud van energie. Dus het waait gewoon minder hard achter een windturbine. Nou, nou hebben we wel weer zogenaamde flow recovery. Dus die stroom die wordt naarmate we verder achter die turbine gaat zitten, wordt die steeds beter, gaat die weer herstellen naar zijn oorspronkelijke vorm. Maar we kunnen dus wel gaan bepalen wat nu de optimale afstand is om die turbines achter elkaar neer te zetten. Nou, hier aan de onderkant zie je een mooi plaatje van CFD, Computational Fluid Dynamics. En hierin wordt eigenlijk voor een bepaalde constante stroom van wind, wordt hier gekeken van wat is nou eigenlijk het effect van het blokkeren van die flow door windturbines. En wat zien we nu? We hebben hier die voorste turbine en je ziet daarachter zijn al een klein beetje is een verlaging van die windsnelheid. En ook zie je dat hier is die verdeling van die snelheid is redelijk constant. En je ziet hier dat het door elkaar heen gaat lopen. Dus hier kan je goed zien dat we turbulentie creëren. Nou oké, vervolgens hebben we dus die tweede turbine. En je ziet dus dat achter die tweede turbine, daar begint al echt donkerblauw te ontstaan. Dus daar wordt de lucht weer een stuk meer afgeremd. En je ziet dat als we dus weer verder gaan verplaatsen daarvan, dat die stroom die herstelt zich weer. En dat komt natuurlijk omdat er zit hierboven zit wel heel veel energie in. En die gaan zich vermixen, waardoor dus die energie totaal weer wordt samengevoegd. En waardoor je dus weer herstel van energie in die stroom krijgt. En als we dan naar die achterste vorm gaan kijken, dan zie je dat hier nog meer snelheid, dat de wind nog meer van snelheid is teruggenomen. En dan zien we dus dat deze turbine zal het meeste produceren, deze wat minder en deze nog minder. En dat is een effect waar je rekening mee moet houden dus. En als je dus hier aan denkt, kan je dus ook de positionering van je turbines kan je zo plaatsen, zodat als je weet van nou oké, uit deze richting komt voornamelijk mijn wind, laat ik dan niet in deze richting zoveel mogelijk turbines achter elkaar zetten. Maar daar gaan we zo eens even naar kijken. Hoe werkt dit principe dan precies? Dit kunnen we uitleggen met het zogenaamde Jensen Far Wake Model. Dat is dus een model dat geschreven is om te kunnen bepalen hoe ver je dus die turbines achter elkaar neer kan zetten. Zodat je dus zo min mogelijk energieverliezen hebt. Maar als je de turbines dus te ver uit elkaar zet, dan moet je natuurlijk heel veel kabels neer gaan leggen. En dan kan je weer minder turbines in je park plaatsen. Dus je moet daartussen optimaliseren. Nou, wat we zien is, we hebben hier dus hier hebben we een bepaalde instroomsnelheid van de lucht. En die wordt verstoord door die turbine. Dus die stroomsnelheid, dit is de constante stroomsnelheid, die wordt dus verlaagd achter die turbine. En wat zien we nu? Dat als we dus achter die turbine gaan, dat die stroomsnelheid die wordt verminderd, die wordt langzaam, wordt die weer meer. En die gaat zich vermengen tussen de gemiddelde stroom van die lucht die er al was.
Nou, dan gaan we vervolgens nog verder en dan gaan ze nog verder mixen. En op een bepaalde afstand daarna zijn ze weer relatief hersteld. Ze zullen natuurlijk nooit helemaal herstellen, want we hebben gewoon energie uit de luchtstroom gehaald. Nou, en daarvan heb je dus drie regionen waarmee er dus verschillen zijn in de windsnelheid. We hebben de near wake, dat is vlak achter de turbine. We hebben de intermediate wake, daar krijg je eigenlijk voor het eerst krijg je die mixing tussen die twee stromen. Dus tussen de stroom die is verminderd in snelheid en tussen de oorspronkelijke stroom. En vervolgens krijgen we de far wake. En daar zie je dat er relatief goed een energieuitwisseling is geweest tussen de stroom buiten de turbine en de verminderde stroom in de turbine. Zodat dus die snelheid weer in de buurt van de oorspronkelijke snelheid is gekomen. Nou, en met behulp van dit model kan je natuurlijk allemaal optimalisaties uitvoeren. En daar, als je die uitvoert, kom je erop uit dat de grofweg de optimale afstand om turbines achter elkaar te plaatsen is tussen de 5 en de 7 D. En die D is dan natuurlijk de diameter van de rotor. Dus dat is ook, als je met zo'n conceptontwerp bezig bent, is dat de relevante afstand waar je rekening mee moet houden voor de plaatsing van je turbines. Voor meer informatie over dit, als jullie dit tof vinden, zou ik jullie willen aanmoedigen om eens even dat Jensen's Far Wake Model te googlen. Nou zijn wij natuurlijk ingenieurs. En dan willen wij graag hiermee kunnen rekenen. En hoe kunnen we hier dan precies mee rekenen? We zien hier dat wij dat veld hebben van twee slides terug. En daarbij hebben wij een bepaalde diameter van een rotor van een turbine. En we hebben dus die afstand tussen die twee turbines per rij. En dan kunnen we de vermindering in snelheid achter een turbine kunnen wij gaan berekenen door een afname van de windsnelheid van 10-20% mee te nemen. En zo kunnen we ook een afname van de power van 5-10% willen we gaan meenemen. Want dat is grofweg wat het verlies is als jij op 6D dus die turbines achter elkaar plaatst. En hoe kan je dan die windsnelheid berekenen? Nou, de windsnelheid van rij N vinden wij door de oorspronkelijke windsnelheid te vermenigvuldigen met 1 minus alfa, waarbij dus alfa dat percentage in verlies is. En let eens op, ga je natuurlijk niet 1 min 10 invullen, hè? Dat is 1 minus 0,1. Haakje sluiten. En die N geeft dan rij N aan. Dus dat we zien bij de eerste rij 0, hebben we hier, hè? Want arrays start at 0, dat moeten jullie nu allemaal weten. Dan vullen we hier 0 in. En wat krijgen we dan? Un is gelijk aan U0. En bij de volgende rij hebben we rij 1. Dan vullen we hier 1 in. En dan krijgen we dus Un is U0 maal 1 minus 0,1 haakje sluiten tot de macht 1. En daarna tot de macht 2 enzovoort enzovoort. Als we het over de power gaan hebben, dan krijgen wij in principe precies hetzelfde verhaal weer tot de macht n voor het powerverlies. En zo kan je dus berekenen wat je opbrengst van je turbine, wat je opbrengst van je windmolenpark is. En wat de verliezen zijn van het achter elkaar plaatsen van turbines. Als we nu naar onze locatie gaan kijken in de Noordzee, dan weten we dat we niet alleen maar sprake hebben van een bepaalde windsnelheid en een logaritmische windcurve. Nee, we hebben ook te maken met een windroos. Want de wind komt niet altijd van dezelfde afstand. Nou, zo kan je dus voor verschillende locaties op de Noordzee kan je windrozen uitplukken. Als het goed is, heb ik ook een aantal windrozen in de datapack gestopt voor jullie. En hier heb je bijvoorbeeld een windroos van deze locatie. Nou, wat zullen we zien voor de Noordzee? Grofweg komt natuurlijk die wind ongeveer hier vandaan. Kan er wel eens variëren, maar je kan je voorstellen dat, hier is een blokkade van de wind. Hier is een blokkade van de wind, dus die wind die zal er zo omheen stromen. Dat is niet altijd helemaal even waar. Maar je kan in ieder geval zo voor iedere plek in de Noordzee een mooie windroos opvragen. En met die windroos, die kan je dus gebruiken om de vorm van je windmolenpark te bepalen. Natuurlijk is dat niet de enige constraint die je hebt voor het bepalen van je windpark. Want je kan bijvoorbeeld ook zeggen dat de overheid zegt van, joh, je hebt deze ruimte, heb jij precies. En dan ga je natuurlijk gewoon die ruimte helemaal volplempen met zoveel mogelijk windmolens.
Dus er zijn meerdere dingen waar je rekening mee moet houden. Maar wij gaan nu even vooruit dat we alle ruimte hebben die we nodig hebben. En dat we een bepaalde windroos hebben voor onze locatie. En daarvoor gaan we ons windmolenpark op vormgeven. Nou, wat we zien als we nu deze windroos pakken. En dit is natuurlijk wel een behoorlijk optimale windroos die je niet in de werkelijkheid zoveel ziet. Maar wat je hier ziet is dat die wind voornamelijk uit de noordwesten richting gaat komen. En wat je dan kan gaan doen als je je windmolenpark gaat ontwerpen, dan weet je nou oké, als de wind uit deze richting komt, dan zijn er dus, hebben we te maken met veel verliezen van die stroom van turbines achter elkaar. Dus dit zou je dan kunnen gebruiken voor een ontwerp van je windmolenpark. Want wat zien we hier als we naar onze locatie gaan kijken en we nemen die windrichting van dezelfde richting aan, dan is het dus verstandiger om in ons ontwerp niet in deze richting turbines achter elkaar te gaan plaatsen, maar meer in deze richting. Want in deze richting hebben wij natuurlijk steeds meer verliezen. En in deze richting niet, want als de wind hier vandaan komt, is deze krijgt verse wind, deze krijgt geen verse wind. Deze krijgt wederom weer verse wind en deze krijgt geen verse wind. Dus daar kan je je ontwerp natuurlijk mooi op aanpassen om je energie te optimaliseren. Ervan uitgaande nogmaals dat je voldoende ruimte hebt. Nou, en als we dus een ander type windroos gaan pakken. Dit is bijvoorbeeld een windroos waarbij nog steeds de wind wel uit één richting komt, maar waarbij we een veel grotere spreiding hebben. Dan zie je dus dat je je park op een andere manier kan gaan vormgeven. Dat ze zowel in de breedte als in de hoogte een bepaalde configuratie krijgen. Dus let op bij die vormgeving van dat windpark. Kijk even naar een windroos of zoek een windroos op van van grofweg de omgeving waar je zit. En kijk of je daarmee mooi je windmolenpark kan berekenen. En probeer wel zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van je ruimte bijvoorbeeld. Er waren vorig jaar bijvoorbeeld ook een aantal slimmerikken bij deze module die niet gingen werken met een vierkant tussen die windturbines. Maar die gingen werken met een vijfhoek. Want dan ga je efficiënter om met je ruimte. Ja, dat klopt helemaal. Dus zulke soort trucjes kan je natuurlijk ook toepassen. Nou heb ik het alleen maar gehad over die windrichting natuurlijk en die windroos. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal andere factoren waar je rekening mee moet houden bij het ontwerp van zo'n windmolenpark. En dat zijn bijvoorbeeld natuurlijk de lokale dieptevariaties. Want als je lokaal een grotere diepte hebt, dan heb je weer een zwaardere constructie nodig, waardoor die wat duurder is, et cetera, et cetera. En daarnaast heb je natuurlijk ook weer verschillen in bodemconsistentie. Want als jij een onderzoek gaat doen van een bepaald park, dan ga je ook nauwkeurige grondsamples ga je nemen. Waardoor je dus ook zal gaan zien dat ook die consistentie van de grond per meter zou kunnen veranderen. En daardoor resulteert het er dus in dat eigenlijk iedere turbine die wordt ontworpen in een windmolenpark, dat eigenlijk een custom-made oplossing is. Het is niet dat je één turbine ontwerpt voor een windmolenpark en die overal plakt. Nee, iedere turbine en iedere ondersteuningsconstructie die wordt los ontworpen, gebaseerd op de eigenschappen die op die locatie aanwezig zijn. En dat maakt het dus een behoorlijk tijdsintensief werk waar heel veel mankracht voor nodig is. Nou, als we dus die layout van het park hebben, dan moeten die turbines dus ook eens aan elkaar gaan vastmaken. En dat wordt op verschillende manieren gedaan. En we gaan hier bespreken hoe we die kabels leggen vanaf de turbine tot en met het land. Hier aan de rechterkant zie je een plaatje van zo'n medium voltage kabel die uit zo'n windmolen komt. Dat is altijd is dat AC, alternating current. En je ziet hier, dat zijn drie gigantische grote kernen voor de drie fasen. Die zijn geïsoleerd, omdat je natuurlijk ook je warmte moet je weg kunnen laten sijpelen. En je moet ook zo min mogelijk problemen hebben met inductie die bij elkaar in de weg gaan zitten. Dus je hebt ook een shielding erom nodig. Daarom zit om de kabel heen zit ook nog een schild van staaldraad. En dat is dus aan de ene kant heeft dat ermee te maken dat die kabel daardoor wordt verstevigd. En aan de andere kant doe je daar dus ook die kabel beschermen van energie van buitenaf. Want al die kabels waar stroom erin gaat, creëren natuurlijk een elektromagnetisch veld. En het elektromagnetisch veld wordt ook weer door die buitenring verminderd.
Nou, dan hebben we dus een hele hoop isolatie. En wat we hier zien, hier zit een heel klein stipje. En dat is de kabel waar dus alle data van die turbine van afkomt. Want dan zijn we natuurlijk continu bij allemaal sensoren aan het uitlezen. Want je wil graag aan land weten dat een turbine stuk gaat voordat die ook daadwerkelijk stuk gaat. En daardoor moet je dus al die data kunnen uitlezen. En daarvoor zijn dus heel erg veel verschillende controleposten. Ieder windmolenpark heeft zijn eigen controlepost waar continu al die sensoren worden uitgelezen. En daarop kan dus een plan worden gemaakt om die turbine te gaan repareren voordat die kapot is. Zodat je bijvoorbeeld dus in één trip twee turbines kan gaan repareren en daarmee dus kosten bespaart. Nou, hoe zit het met deze kabels precies? Die kabels die lopen dus op 33 kilovolt. En ze hebben een thermisch limiet tussen de 1 en 2 kiloampère. Als ze daarboven gaan, dan hebben we door weerstand te veel spanning. En dan gaat dat die kabel dus smelten en dan zijn de vliezen te hoog. En wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is dan kan je natuurlijk die diameter gaan vergroten om die weerstand te verminderen in de kabel. Die kabels die zijn duur. Je ziet dat dit een sandwich is van allemaal verschillende materialen die allemaal netjes naast elkaar zijn neergelegd. Die kabels zijn heel erg dik, hebben hele grote schepen nodig om dit te leggen. De zogenaamde cable laying vessels. En daarnaast zit hier natuurlijk ook, zoals je kan bedenken, gigantisch veel koper in. Uit mijn hoofd is het iets van 1 miljoen per kilometer of iets dergelijks. Dat is wel wat. Hier aan de onderkant zie je wat eigenschappen in een tabelletje die je kan gebruiken voor het berekenen van de kabel dat jullie natuurlijk moeten gaan uitvoeren. En let op, dit is een redelijk oud tabelletje, dus je kan de eigenschappen hiervan lineair doorgaan trekken. Dat als je kabel nog groter gaat worden voor nog meer energie, dat je dus naar grotere doorsneden kan gaan. Laten we nu eens gaan kijken naar hoe wij dan precies die kabels in dat windmolenpark met elkaar willen verbinden. We zien hier op de afbeelding zien wij drie verschillende parken. En deze parken hebben eigenlijk alle drie een ander type layout. We zien hier links zien wij Barrow. Uit mijn hoofd is dat ergens in Engeland. Dan zien we hier Shermingham Shoal. Dat zou ook wel iets Brits zijn. Die heeft een hele andere layout. En aan de rechterkant zien we Walney. En die heeft ook weer een andere layout. Dus ook het ei is nog niet gekraakt met het maken van zo'n layout van zo'n windmolenpark. Maar je hebt natuurlijk twee keuzes waar je tegenaan kijkt bij het leggen van zo'n kabel. Aan de ene kant heb je dat je zo min mogelijk kabel wil gebruiken, want die kabel is een knetterduur. En aan de andere kant heb je dat als jij dus te veel turbines in serie gaat plaatsen, dat als je een kabelbreuk hebt, dat je veel minder turbines hebt waar je een probleem mee hebt. Dus wat zie je bijvoorbeeld? Dat als wij dus ergens kabelbreuk zou kunnen hebben, en we kijken hier even naar de kabelbreuk van deze drie specifieke eilanden, dat je natuurlijk, ja, daarachter heb je niks meer. En je moet die kabel helemaal opnieuw gaan leggen. Dus daar kan je bij je ontwerp ook rekening mee gaan houden. Hoe kan je dat nou precies doen? En ook als je die kabels dus achter elkaar gaat verbinden, dan kan je natuurlijk voorstellen dat iedere kabel weer meer power op zich neemt. En dus ook weer meer weerstand heeft en ook weer die power aan moet kunnen. Nou, dan komen we aan van die turbine bij dat transformatiestation. Dit is een voorbeeld van een transmissiestation. Het transmissiestation van Lillgrund in Zweden. En wat doet dit transmissiestation? Dit transmissiestation staat 7 kilometer van de kust. 7 kilometer, dat noemen wij near shore. En wat doet dat transmissiestation? Die zorgt ervoor dat die 33 kilovolt AC die uit die turbines komt, wordt omgezet naar 130 kilovolt AC. Daarmee gaat dus het voltage enorm omhoog, de current gaat enorm omlaag en je hebt dus minder verliezen. Dus high voltage is less losses. En hoe kunnen we daar dan mee omgaan? AC wordt nooit gegeven in megawatt, maar dat wordt weer gegeven in megavolt ampère reactive. Want je hebt namelijk, AC is een ander soort type spanning dan DC. Dus ik heb met het maken van deze slides met een vriend van mij gesproken uit Noorwegen, die dus electrical engineer is van dit soort dingen.
En die heeft ook even laten zien hoe we die berekeningen het beste kunnen maken. En hij hamerde wel heel erg op van, ja, Johan, mag wel allemaal hartstikke leuk zeggen dat dit dus 120 megawatt is. Maar het is 120 megavolt ampère reactive. Dus als je een electrical engineer tegenkomt, noem het alsjeblieft niet 120 megawatt. Want dan krijg je een klap. Oké? Okay? Dan weten we dat alvast. Nou, en hoe ziet zo'n systeem er dan uit? Dat wordt vaak in zulke soort plaatjes wordt dat beschreven. Je hebt hier die windturbines. Die windturbines, daar zit hier een transformator tussen. Twee van die rondjes is een transformator. Er zit een switch zit ertussen. En vervolgens wordt dat, die 33 kilovolt, wordt dus in dat offshore substation, wordt het omgezet naar een andere wisselspanning die dus variabel is. En gaat die met een kabel naar het land. Die kabel heeft weer weerstand. Die weerstand kan je weer meenemen in je berekening, want het is gewoon verlies van energie. En daarnaast heb je ook een landkabel, totdat je dus aan land komt waar je dus die stroom aan je inwoners kan geven. Een ander transformerstation, dat is een AC-DC station. Die wordt hier geplaatst door de Talief van Herema. Als wij dus naar dit transmissiestation gaan kijken, de Meekuur van Duitsland, dan zien we dat dit platform staat 60 kilometer vanaf de kust. En dat noemen wij far shore. En als wij far shore gaan kijken, dan zien wij dat het wel weer interessant wordt om die AC die uit de turbine komt, om te gaan vormen naar DC. Want dan heb je dus minder transportverliezen. DC heeft namelijk minder verliezen over grote afstand. Of eigenlijk nee, anders gezegd, DC heeft altijd minder verliezen dan AC. Maar uit die turbines komt AC en wij in het land gebruiken AC. En als je dus een bepaalde afstand moet overbruggen, dan kan je inderdaad wel minder verliezen hebben. Maar je hebt natuurlijk twee transformatiestations heb je nodig. Want je gaat dus als je ver van de kust bent, ga je je AC omtransformeren en omzetten naar DC. Dan komt het DC aan het land en dan moet je het weer omzetten naar AC. Dat heeft weer gepaard met verlies natuurlijk, want je hebt een extra stap om het te transformeren. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook twee stations nodig. En heb je weer meer verliezen. Dus dat is ook weer even afwegen van oké, nemen we die verliezen voor het lieve, zodat we één minder transformatorstation nodig hebben. Of is toch, doen die verliezen opwegen tegen de winsten die we hebben van een lange afstand. Nou, en als we gaan kijken naar dit station, dan is dit station is gemaakt voor 800 megawatt. In DC mag je wel van megawatt praten. En dat is natuurlijk ook weer veel groter. Dus dan is het weer veel sneller interessant om voor zo'n DC-station te gaan. Omdat je veel meer power aan het transporteren bent, dus je verliezen zijn ook veel groter. Maar let dus op, we hebben hier twee stations nodig. En hoe ziet dan zo'n type systeem eruit? Hier hebben we hier. We hebben aan de rechterkant hebben wij ons offshore windmolenpark, transformator. Dan hebben we een conversiestation waarmee we dus die AC naar AC gaan zetten met een hoge voltage. Daarna hebben wij een AC-DC converter, twee kabels naar het land. Twee kabels in plaats van drie, minder koper, joepie de poepie. Vervolgens kom je weer aan het land en dan moet je weer precies hetzelfde doen, maar dan andersom om dan bij het aan het land weer in dat AC-grid aan te komen. Dus hou er rekening mee. Nou, en hoe dan als je dus die twee types met elkaar gaat vergelijken? Daarvoor heb ik de volgende slide gebracht. We hebben hier aan de rechterkant een plaatje van wat er in Nederland allemaal aanwezig is en de verschillende parken, hoe die aan zijn gesloten. We zien hier aan de rechterkant hebben we dus Eemshaven. Die is met AC verbonden. Dus Gemini is een AC-station. Dus redelijk dicht bij de kust. Vervolgens hebben we hier ook een park. En dit park heeft een veel hoger voltage, dus het was logischer om dit park niet aan de Eemshaven aan te sluiten, maar aan Amsterdam aan te sluiten. En dan ga je natuurlijk een veel grotere afstand overbruggen. Ja, en het kan zijn dat die grotere afstand overbruggen met DC toch goedkoper is, want het draait uiteindelijk allemaal om de centen natuurlijk. En het draait aan de andere kant natuurlijk ook weer om de ecologie en dergelijke, want je wil ook zo min mogelijk door de Waddeneilanden heen gaan, daar moeten we ook rekening mee houden. Dus het is een behoorlijk politiek spel. Dan hebben we dus IJmuiden, IJmuiden Ver, IJmuiden aan de kust. Dan hebben we hier nog meer IJmuiden en die zijn allemaal aangesloten in Amsterdam.
Maasvlakte hebben we nog een aansluitingspunt en we hebben Borselen ook nog een aansluitingspunt. En zo zie je dat de verbindingen die dicht bij de kust zijn, die zijn voornamelijk AC. En je ziet de dingen die verder weg liggen, die zijn DC. Nou, hoe zit dat dan? Als je dus een HV-AC-station nodig hebt, dan heb je dus een lage kosten van je transmissiestation, want je hebt maar één station. Je hebt hoge transmissiekosten. En je hebt de maximale transmissielengte. Want als je dus AC te lang gaat maken, dan heb je te veel onzuiverheden in je spanning. Want AC is natuurlijk een sinus. En die sinus, naarmate die over een langere afstand wordt getransporteerd, gaat die sinus steeds meer verstoring krijgen totdat die sinus helemaal weg is en dan ben je al je spanning kwijt. Maar terwijl bij DC is het gewoon pompen. Ja? Nou, als we nu naar het DC-station gaan kijken, hebben we dus hoge transformatiekosten. Je hebt er twee nodig namelijk. We hebben lage transmissiekosten, want we hebben en minder kabels en we hebben minder verliezen, want we hebben niet te maken met inductieverliezen in een DC-station. En we kan DC is in theorie, heeft dat een oneindige transmissielengte als jij een hele dikke kabel hebt. Nou, wat is dan de break-even distance ongeveer? Dat kan je heel leuk uitrekenen natuurlijk door en de kosten van een transmissiestation te bepalen waar je er voor twee nodig hebt. En dan de weerstand, kan je tegenover elkaar uitzetten. Heb ik een keer gedaan, hoeven jullie niet te doen, want wat komt eruit? 100 kilometer. Dat is waar wij als offshore ingenieurs nu eventjes mee rekening mee moeten houden. Dus hier kunnen jullie park op gaan dimensioneren. Kijk wat je nodig hebt, AC of DC. 100 kilometer is de break-even afstand. Nou, laten we eens gaan kijken naar hoe dat dan met die verbinding naar het land gaat. Want we zitten nu dus in het transmissiestation offshore. En we moeten nu nog die kabel naar het land gaan brengen. En daarvoor gebruiken we vaak een zogenaamde LXPE-kabel. Gigantisch dikke kabel. Hier aan de rechterkant zie je een plaatje van Vattenfall. Ook weer met dat datakabeltje erin. En zo'n kabel is meestal grofweg 130 kilovolt, maar het kan ook veel hoger zijn. En natuurlijk, dat is ook weer afhankelijk van park en kosten. En wat je ziet is dat je dus daar een kabel hebt van drie keer tussen de 300 en 1000 vierkante millimeter oppervlakte doorsnijden. Om je power doorheen te krijgen. Dus dat is flink wat koper. Gelukkig zijn er op de Noordzee niet zoveel koperdieven, dus dat kunnen we gewoon neerleggen. En als wij DC willen gaan transporteren, dan hebben we natuurlijk te maken met een high voltage DC kabel. Nou, hier zie je weer wat eigenschappen daarvan. Een kern van een conductor, dat is nu koper, maar in de toekomst gaan we natuurlijk kijken misschien naar aluminium als de koper op aan het raken is. En daarnaast heb je weer allemaal shielding layers eromheen, om maar voor te zorgen dat je zo min mogelijk verliezen hebt door invloeden van buitenaf en binnenaf. Zo'n kabel is ongeveer 300 kilovolt of meer. En je hebt natuurlijk wel twee kabels nodig, plus en minus. Nou, laten we dan eens gaan kijken bij zo'n landconnectie waar we aankomen. En hier aan de rechterkant zie je een plaatje van het elektriciteitsgrid van Nederland. De rode lijn, dat is onze 380 kilovolt lijn. Dan hebben we daarnaast even kijken en hebben we groen. Dat is 220 kilovolt lijn, dat ligt hier in Groningen. We hebben daarnaast nog blauw, dat ligt hier, dat is 150 kilovolt. En we hebben zwart, dat is hier, en dat is 110 kilovolt. Dus zo zie je dat je allemaal verschillende kabels hebt. En je moet dus natuurlijk hoe de kabel aan land komt, dat kilovoltage wil je natuurlijk het gebruiken. En je wilt liever zo hoog mogelijk kilovoltage. Dus daar hebben we dus te maken met bijvoorbeeld hier in de Eemshaven hebben we lekker 380 kilovolt. Hier bij Amsterdam hebben we lekker 380 kilovolt. Hier bij de Maasvlakte hebben we ook lekker 380 kilovolt. Daar wil je natuurlijk het liefst op aansluiten. Hoge voltage, minder verliezen. Laten we nu eens een berekening gaan maken met elkaar hoe we dus die maximale energieverliezen in dat park kunnen berekenen. En we gaan hier uit van een AC-AC connectie vanaf een windmolenpark naar de kust. We beginnen bij Lillgrund in Zweden. Daaraan zitten 48 keer de Siemens STW 2.393 turbines. Dus dat is 2,3 megawatt, 93 meter rotordiameter. In totaal komen we daar uit op een maximum vermogen van 110 megawatt en 33 kilovolt. Want je moet natuurlijk wel je kabels aanleggen voor het maximale vermogen van je park. Hè? Niet je gemiddelde vermogen.
Ja, en wat is dan de afstand van de kust? Dat is 10 kilometer. En die landconnectie die is dus 380 kilovolt. Daar zie je hier dat plaatje van. Nou, wat kunnen we dan vervolgens aannemen? We komen dus aan bij die turbines. Daar hebben we dus in de eerste transformatoren hebben we ongeveer altijd 5% verlies. Dat is waar je een klein beetje van uit kan gaan met een transformator. Het wordt altijd een beetje warm. Dat zou je vast ook wel als je zo'n crappy iPhone-lader hebt en je raakt die aan, dan brand je je handen. Nou, dan hebben we wat meer verliezen. Maar een goede transformator heeft ongeveer 5% verliezen. En dat zijn verliezen aan de ene kant in de weerstand en aan de andere kant ook verliezen in de capaciteit. Twee soorten verlies heb je met AC. Dus we gaan het volgende doen. We gaan van de 48 turbines, 33 kilovolt, 50 hertz, gaan we naar het station. Van 33 kilovolt naar 130 kilovolt, nog steeds 50 hertz. Daar heb je 5% verliezen. Dan heb je je XPLE-kabels, daar heb je natuurlijk ook verliezen in. En vervolgens kom je aan het land uit. En dan gaan we weer naar boven van 130 kilovolt naar 380 kilovolt. Is het ook op je vermogen? Dus dat ziet er als volgt uit. Dat eerste transformatiestation. We hebben de power die uit de turbines komt. Die vermenigvuldigen we met onze efficiëntie van 95%. En daarmee komen we op het elektrisch vermogen dat dus bij het transmissiestation aankomt. Dan hebben we die elektriciteit bij het transmissiestation. Nou, we weten dat wij in een transmissiestation gelijke power hebben. Grofweg. Dus we hebben voltage in keer current in is voltage uit keer current uit. We weten het voltage in. Of nee, we weten het elektrisch vermogen dat we hebben. Dat is dit. Het komt hier. We weten het voltage in. Dus we kunnen ook de current in berekenen die we daar hebben. Want dat is onze enige onbekende. Vervolgens kunnen we dus door te zeggen dat power in is power uit. Kunnen we uitrekenen wat het current is die er uitkomt. En zo zie je dat dus doordat we het voltage heel erg naar boven hebben gegooid, zoals we dus ook hier zien, dat wij dus het current heel erg omlaag hebben gegooid, waardoor onze verliezen minder zijn. Vervolgens willen we dus van het transmissiestation willen we door de kabel gaan. En daar hebben we dus te maken met weerstandverliezen, capaciteitsverliezen. En we hebben een kabel van 130 kilovolt en een ampère van 808. Dat hebben we net gerekend in dat transmissiestation. Nou, vervolgens kunnen we dus voor die kabel kunnen we uitkiezen welke oppervlakte van die kabel we nodig hebben. En vervolgens kan je dus een kabel uitzoeken als gevolg. En iedere kabel heeft daarbij natuurlijk een eigen weerstand R die aan kan. En een maximale current die aan kan. Onze kabel heeft in ons geval een current van 808 ampère. Dus je ziet dat dit lijstje nog niet genoeg is. Dus wat kunnen we doen? We kunnen twee dingen doen. We kunnen dit lijstje kunnen we extrapoleren. Dat we nog grotere kabels gaan. Of we gaan ervoor kiezen van nou oké, we doen niet met 3 kabels werken. Maar we doen met 6 kabels werken. Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik heb inderdaad even verkeerd gekeken. Deze kabel zou in ons geval nog geschikt kunnen zijn. Want we hebben 808 ampère door onze kabel lopen en deze kabel kan maximaal 850 gaan. Dus deze kabel zou geschikt kunnen zijn. Daarbij hebben we dus een bepaalde oppervlakte doorsnede waar we rekening mee houden. We hebben een bepaalde weerstand en een bepaalde capaciteit die capacitance die kabel heeft. En daarbij kunnen we dus de weerstand en de inductieverliezen bepalen voor een diameter. En we weten ook het gewicht. Kijk eens, je hebt hier capacity verliezen en je hebt hier current verliezen. Nou, nu weten we dus wat het voltage is waar we rekening mee moeten houden. We weten ook de current waar we rekening mee moeten houden. En vervolgens kunnen we dus de ohmische verliezen in die kabel kunnen we berekenen door P, ohm verliezen, is gelijk door je resistance losses keer je current in het kwadraat. Waarbij is de eerste zijn je ohmic losses. En je hebt natuurlijk ook je je resistance losses van AC, waar je rekening mee moet houden, en je current. Dus op deze manier kan je dus die twee verliezen berekenen, want dit kunnen we gaan invullen. En die weerstand van die kabel die is natuurlijk per kilometer. Dus die moet je dan wel weer gaan vermenigvuldigen met je lengte van je kabel. En wat zien we hier dus? Dat we over die 9 kilometer XPLE-kabel voor die keuze van die kabel onderaan die tabel die we net zagen, hebben wij een verlies van 79,3 kilowatt. Dat is best flink. Ervan uitgaande dat een Senseo-apparaat, als die aanstaat, 2 kilowatt is. Een Senseo-apparaat die doen echt heel erg veel energie verbruiken.
Bijvoorbeeld als iedereen om 8 uur tegelijkertijd in Nederland zijn Senseo precies op dezelfde tijd uitzet, dan klapt het net eruit, omdat hij dat niet aan kan. Daarnaast hebben we natuurlijk niet alleen maar onze weerstandsverliezen, maar ook onze capacitive losses. En die vinden we door de volgende vergelijking, waarbij WD de dielectric losses zijn. Dat zijn dus de weerstand door die inductie. En die vinden we door de frequentie van het net te vermenigvuldigen met de capacitance van die kabel. Die stond ook in dat tabelletje. Te vermenigvuldigen met het voltage in de kabel. En vervolgens te vermenigvuldigen met de dissipation factor. Ik heb geen idee wat dat is. Ik heb proberen te zoeken. Maar wij zijn ingenieurs en de dissipation factor is gewoon 3×10 tot en met 4. Want dat heb ik wel in een paar papers gevonden voor offshore wind. Let op. Tan delta is 3×10 tot en met 4. Dus je moet niet de tangens van 3×10 tot en met 4 nemen. Ja? Let er even op. Er is een verschil tussen tan delta is dit of delta is dit. Natuurlijk een verschil. Let op, deze hele term is dit getal. Dat is de dissipatiefactor, dus die kan je hier gewoon achter plakken als constante. En dan kan je dus je capacitive losses kan je gaan berekenen. Nou, als we dit gaan doen, dan zien we het volgende. Over die hele kabel hebben wij verliezen van 5,3 kilowatt. Deze twee moet je natuurlijk bij elkaar optellen, want allebei die verliezen die werken over dezelfde kabel. En dan komen we aan het uiteinde van de kabel aan van een verliezen van 104,4 megawatt. Dus we zijn nu van 110 megawatt naar 104,4 megawatt gegaan. Dus door transporteren naar land zijn we 5 megawatt verloren. Dat is best wel flink, dat is één turbine is kwijt. Twee zelfs, want dit zijn 2,3 megawatt turbines. Ja? Vervolgens komen we weer op land aan. En dan hebben we natuurlijk weer zo'n onshore transformatorstation. En dan gaat er weer 5% verliezen vanaf. Dus dan raken we weer 2 turbines kwijt aan verliezen. Er komt weer een hele hoop warmte vanaf. En zo komen we aan op het land op 99,25 megawatt. En hoe zit dat dan met een DC-verbinding? Want we hebben zojuist een voorbeeld gedaan voor een AC-verbinding natuurlijk. Nou, eigenlijk is een DC-verbinding een AC-verbinding, maar dan zonder die verliezen van inductie. Dus we hebben één kabel voor plus en één kabel voor min hier. Maar we hebben maar één positieve drager. Dus in één kabel draagt maar die weerstand. In plaats van dat je bij AC 3 kabels hebt die weerstand dragen. En je hebt dus niet die capacitieve verliezen. En daarin komt dus weer precies die oorlog kijken tussen Edison van zijn AC en Tesla van zijn DC. En als je dus de berekening wil maken voor DC, is het niet. Maar wat je dus in ieder geval kan zien, is dat als je die berekening gaat uitvoeren voor DC, het enige verschil is dus dat je dus niet te maken hebt met die capaciteitsverliezen en je hebt andere kabels. Nou, en zo heeft dus AC en DC hebben allebei zijn voordelen en zijn nadelen. En dat is dus een afspiegeling van die oorlog tussen Thomas Edison en Nikola Tesla. En daarvoor adviseer ik je om even naar dit plaatje te kijken. Goed, het huiswerk voor offshore wind farm design. Ik weet dat het los staat van wat we natuurlijk bij de miner doen bij waterstof. Maar het is toch wel eens leuk om die twee dingen naast elkaar te leggen. Ontwerp ten eerste de layout van je park. Kijk ten opzichte van je windroos dus hoe je je park eruit kan gaan zien. Bepaal voor binnen je park het kabelpatroon en hou daar dus rekening mee met. Je wil je kabel aan de ene kant zo kort mogelijk houden. En aan de andere kant wil je je kabel langer hebben, zodat er als je kabelbreuk hebt, dat je geen problemen krijgt. Ga vervolgens kijken of jij een AC of een DC kabel nodig hebt als je dus je energie van je park naar land gaat transporteren. En bereken wat je totale transmissielossen zijn. Als je dus niet waterstof gaat maken, maar als je naar het land zou gaan. En dan zal je waarschijnlijk zien dat je zo'n gigantische kabel nodig gaat hebben, dat het waarschijnlijk niet interessant is om dat met een elektriciteitskabel te gaan doen. Want waterstof is natuurlijk een stuk makkelijker om te transporteren dan stroom. Want om stroom te transporteren heb je koper of aluminium nodig, of in ieder geval een geleider. En om waterstof te transporteren heb je gewoon alleen maar een pijp nodig. Goed, succes allemaal. Bedankt voor je aandacht en succes met de opdracht.